Ik vind het een heel apart verhaal. ik ga er wel... Wat vind je er daar aan? Nou ja, dat die boot staat nu nog op naam van een 80-jarige meneer uit Katwijk. Vanaf de Oranjesluis bij Schellingwoude wordt koers gezet richting het Binnenei, dat deels achter het Centraal Station van Amsterdam ligt. Vandaag wordt er gecontroleerd op de pleziervaart. Houdt iedereen zich aan de regels? Is de dodemanskoord om? Er zijn brandblusser, zwemvesten en de juiste papieren aan boord? Al gauw de eerste controle. Ik zou eerst graag een vaarbewijs en een registratiebewijs van u zien. Mijn vaarbewijs heb ik hier. Ja, dank u. Heeft u ook een registratiebewijs van de boot? Heb ik. Oké, staat de boot op uw naam? Ja. Staat de boot op uw naam? Ja. Oké, moment hoor. Trouwens, ik denk dat u nog steeds op linker staat, maar hij zou op de naam. Ga ik even kijken, een momentje. Ja. Want dat Bernard, die had nog steeds die registratie. Ik heb hem al 5 jaar. Maar... U heeft het pasje wel in uw bezit? Nee, ik heb dat pasje niet. Oh, dat vind ik heel gek. En wat is daar de reden van? Ja, dat die meneer die mij de boot heeft verkocht, dat nog steeds niet heeft geleverd. Oké. Wij varen nu op het afgesloten ei, ter hoogte van het Centraal Station. Daar troffen wij net een snelle motorboot. Die was niet geregistreerd op de juiste naam van de huidige eigenaar. En als die nog niet op uw naam is ingeschreven, dan is die eigenlijk niet ingeschreven. Ja, dat... Dus hij is eigenlijk nog van de... U heeft hem gekocht. Alleen niet gelijk het pasje meegekregen. Nee, dat klopt. Ik had ook nog hele dat vind ik wel heel vreemd. lange e-mail-correspondenties daarover laten zien. Dat ik de hele tijd vraag van, heb je dat nou geregeld? Het ontbrekende registratiebewijs is niet het enige wat mis is. Wat mij vooral opviel is, kijk, u vaart niet op hele hoge snelheid. Alleen u bent wel een snelle motorboot. Deze boot kan harder als 20. Ja. U draagt geen dodemanskoord. U staat ook te sturen zonder redvest te dragen. Ik vaart natuurlijk niet bijzonder hard. Alleen u dient dat wel gewoon allemaal in orde te hebben natuurlijk. Ja. Wat zegt u? Het is een Hudson, ja. Dat klopt. Ronnie belt na hoe het nu met de registratie van de boot zit. Meneer had de boot al 5 jaar. Maar deze stond nog op naam van een 80-jarige meneer uit Katwijk. Ja, en als er dan wat gebeurt met die boot, stel hij vaart iemand aan of hij botst ergens tegen. Voorbijgangers die zetten dat nummer erop, die registreren dat nummer. Dan kan het zijn dat de politie of wij of de schade verhaald wordt op die meneer uit Katwijk, die zelf waarschijnlijk niet eens meer weet dat die boot op zijn naam staat. Dus ja, dat vind ik op zich wel een kwalijke zaak. Ik vind het een heel apart verhaal. Ik ga er wel... Wat vind je er daar aan? Nou ja, dat die boot staat nu nog op naam van een 80-jarige meneer uit Katwijk. Die heb ik nu niet voor mij. Dat gaat via de reden die boot ook oorspronkelijk uit de meneer heeft. Snap ik. Dat heb ik gewoon een vertrouwen geaccepteerd. Dat snap ik, ja. Een beetje laks, maar heel ernstig is dat nog niet. Tot er wat gebeurt met de boot. Dan is die meneer nog steeds aansprakelijk, die meneer in Katwijk, want de boot op zijn naam staat. Ja, maar dat zou ik altijd keurig dus, geven. Ja, dat snap ik. Ik ga het even als volgt doen. Ik zet een waarschuwing weg voor dodemanskoord en voor het staand sturen, omdat ik die gevaarstelling niet zo ernstig vind. U vaart niet zo hard. Voor het niet goed registreren van de boot schrijf ik wel een bekeuring uit om er wat meer druk achter te zetten. Want als dit al 5 jaar zo speelt, vind ik dat er gewoon een keer wat moet gebeuren. En dat vind ik ook een stukje uw verantwoordelijkheid. Dus dat is het verhaal. Het boetebedrag voor het niet registreren van de boot is €100 plus €9 administratiekosten. Goeie avond. Kun je even stoppen, Schipper? Schipper, u viel me eigenlijk op vanwege het staand sturen. Ja. Dat u eigenlijk midden in de console staat. Ja. Daarnaast zie ik u net de dodemanskoord omdoen, die ook niet nu bevestigd zit. Het volgende. Voor het staand sturen zonder reddingsvest ga ik een waarschuwing uitschrijven. Voor het niet gebruiken van dodemanskoord krijgt u wel een procesverbaal. Geef wel een procesverbaal maar aan mij. Ja, dat kan helaas niet, want meneer is de bestuurder, dus ik kan hem niet op uw naam zetten. Oh, oké, nou dat maakt ook niet uit. Kom op. Het is heel simpel. Ga wat nuttigs doen. Ik wil gewoon rustig een loetje, een hapje eten en niets meer en niets minder. De vorige schipper ontsnapte nog omdat hij al een andere boete kreeg. Nu is de sanctie van maar liefst €230 wel een feit. Meer zien? Ga naar kijk.nl.
Kijk, opent je ogen.